oplossing A erin gegooid. En vervolgens heb ik het verdund met ethylacetaat. En wat ik nou vervolgens ga doen, wij hebben het gedaan met groen. En ik heb hier nog andere kleurtjes. Ik heb hier rood, ik heb hier blauw, ik heb hier geel, ik heb hier groen. En wat ik ga doen, ik begin met blauw. Dus ik gooi gewoon blauw in en ik hoop dat het even een beetje goed te zien is. Blauw is altijd een beetje... maar gaat goed. Mag je dat zien toch? Gewoon hierin, dit is gewoon blauw, dat is iedereen. En dat is dus gewoon hetzelfde soort, dat is gewoon een andere kleurstof dan die geel. Dus niks moeilijks aan, maar wat ik nu ga doen, ik ga er groen bij gooien. En dan zien jullie de vraag, wat gebeurt er? Wat ga ik zien? Nou, als je een beetje de presentatie hebt gevolgd, of in ieder geval een redelijk idee hebt, dan zou je dan een idee, misschien zit er eentje tussen. Wat gebeurt er als ik groen bijgooi? Heeft iemand die durft? Wat geel? Even knap. Jongens, ga terug. Probeer maar hoor, kijk er toch geen cijfer voor. Dus dit is hier erg. We zijn het erover eens dat het een andere kleur wordt. We zien geen groen, we zien geen blauw. Paars. Ja, ik hoor het erbij. Zullen we het zien? Ik weet niet, welke kleur is dit? Blauw. Lichtblauw. Ja, een beetje groen. Het is blauw. Ik noem dit gewoon groen. Als ik dit vergelijk met dit. Nou, dan het is geen paars of het is geen blauw. Toch? Het is misschien wat lichter groen, maar dat komt omdat ik het meer verdund heb. En als ik er geel bij gooi dan? Nog geel. Wordt het geel of rood? Geel. Maar gewoon geel? Toch? Heeft iemand een idee hoe het komt? Laatste kans, en dan gooi ik rood erbij en dan ga ik het verklappen. Heeft iemand een idee wat hier gebeurt? We zijn toch kleuren aan het mengen, toch? We gooien toch rood en groen en geel heb ik er nou. We blauw, groen en geel. Stel je zou het met wasco doen of met kleur, dan komt er nou bruin uit, toch? Of zo? Omdat misschien dat de laatste toegevoegde kleur het actief is. Oh, bijna. Ik gooi nog even rood erbij en dan zal ik het verklappen. Ja, het is lichtrood. Het is geen donkerrood. No. Nou, dit zou rood moeten zijn met een beetje meer oranje. Maar als je lang genoeg wacht, dan wordt het wel die hele kleur. En nou, ik heb jullie dit principe verteld. We beginnen met deze stof. Die zak en die slaat die aan. Wat je dan vervolgens krijgt bij je fluorofoor, is dat die zak en hij stelt het licht uit. En licht, dat kan je eigenlijk ook zien als een energiepakketje. Dit is ook weer energie. En dit is een bepaald verschil. En als we kijken... Kijk hier, dit is het spectrum. En ik weet niet, zijn jullie daar al mee bekend? Hebben jullie dat gezien? Nou, hier begin je dus met lage golflengtes. En hier eindig je dus met hoge golflengtes. En als jullie, die staat misschien wel in jullie bina's, is dat je energie en golflengte zijn omgekeerd. Volgens mij is E is HC gedeeld door lambda. Sowieso. Dus bij E. Ja, nou ja, dat moet je nooit van mij aannemen. Maar in ieder geval, dus, het is omgekeerd met elkaar. Dus bij hele lage golflengtes heb je hele hoge energie. Dus als we even teruggaan naar dat plaatje, heb je dus, als dus het licht vrijkomt, heb je dus bij het eerste gedeelte zijn we dus met blauw bezig, dan heb je dus, er komt er relatief veel energie vrij. Dan komen de energiepakketjes, vrij grote energiepakketjes nog vrij, omdat het verschil tussen blauw
tussen die twee niveaus is het nog vrij groot. Ja, dus je energie sla je aan en dan zakt het terug. Hè? Dat zei ik net. Dan komt het licht vrij. En bij blauw licht, dat bevat dus meer energie dan bij het rode licht. Dus wat wij gaan doen, is als wij dus beginnen met blauw. Nou, dat is 500, dus vrij veel energie. En als je dat gewoon laat staan, dan is het dus elk energiedeeltje wat vrijkomt, daar zit dus nog energie in om dat blauw weer opnieuw aan te slaan. Het is een soort cyclus, totdat alles gewoon weg is. Want je verliest ook een deel aan de omgeving. Snap je dat? Als je dit gewoon allemaal isoleert en het kan niet weg, dan zou alle licht wat vrijkomt, zou ook weer terug kunnen gaan in je stof. Dan zou het gewoon voor eeuwig branden. Maar omdat dit glas is en het licht kan niet er ontsnappen, raak je dus gewoon je energie kwijt uiteindelijk. He? Dat straalt weg. Uiteindelijk, als je deze een 3 dagen laat staan, dan gloeit het ook niet meer. En dat is hetzelfde principe met lightstick. Lightstick is op een gegeven moment uitgedoofd. Ja? Dat is dus omdat je gewoon je energie verliest. Het licht wat je uitstraalt, kan je op zich wel absorberen. Maar als je dat gewoon glas hebt, dan raak je het kwijt. Ja? Maar terug naar het blauwe licht. Het blauwe licht bevat dus genoeg energie om het groene licht dus aan te slaan. Want als je kijkt, we gaan hier dus naar hogere golflengtes. Dan kom je dus in een gebied met kleinere energieverschil. Dus het licht wat vrijkomt bij blauw, is genoeg om groen aan te slaan. Maar als het licht uit groen weer vrijkomt, dat is dus minder energie, dat is dus niet genoeg om blauw weer aan te slaan. Dus vandaar dat blauw verdwijnt. Omdat een deel van blauw wordt natuurlijk weer opgenomen door blauw zelf, maar een ander deel wordt opgenomen door groen. En een deel van groen, wat groen weer uitstraalt als licht, groen licht, dat is niet genoeg om de blauwe stof aan te slaan. Ja? Dus uiteindelijk hou je dus alleen maar groen over. En als we dan verder gaan, we voegen geel toe. Geel heeft weer nog een kleinere energie. Dus al het licht wat groen uitstraalt, kan geel wel weer absorberen. Maar het gele licht kan groen weer niet absorberen. En dan als laatste hebben we rood. De hoogste golflengte, laagste energie. Is dus alleen maar... We zitten dus... Uiteindelijk in mijn laatste mengsel zit ik dus met 4 vuren voren. Wij hebben tijdens praktijk met bij groen gebruikt. Ik zit dus nu met groen, geel, blauw en rood. En van die 4 stoffen is rood degene met de laagste energieverschil. Dus uiteindelijk, al het rode licht wat uitgestraald wordt, kan niet meer door blauw, kan niet meer door groen, kan niet meer door geel worden geabsorbeerd. Kan alleen nog maar door rood worden geabsorbeerd. En dan heb ik een hele lichte rood. Dat is een beetje jammer, want ik heb ook al een keer een donkere rood bij, maar dan zie je het nog beter. Maar uiteindelijk hou je dus alleen nog de rode kleur over. Ja, het is dus een kwestie van energie. Het heeft niks meer te maken met kleur. Je zit dus met aangeslagen toestand, je zit met energie en je zit met licht wat vrijkomt wat een bepaalde golflengte heeft.